Het Van Gent een loos terrein in de spoorzone moet een uitnodigend park worden waar sport en spel en de relatie tussen stad en platteland centraal staan. Het regieteam staat aan het roer om de ontwikkeling aan te jagen en te begeleiden. Wij gaan iets heel unieks doen hier op dit terrein in de zin van dat de gemeente samen met bewoners, samen met initiatiefnemers hier dit park gaat ontwikkelen. We willen op dit terrein gewoon echt heel veel dingen laten landen. Echt verbinding maken in de stad, maar met name ook verbinding maken in de regio. Dus als hier straks een horecavoorziening is, dan moet er ook een horecavoorziening zijn die gebruik maakt van de producten hier uit de regio. Ja, het thema hier van het park wordt toch verduurzaming. Dat betekent juist ook geïntegreerd naar dingen kijken. Dus ja, als je het over een sportveld hebt, dan moet je ook kijken naar de samenhang tot de overige parkactiviteiten. Dat moet allemaal in elkaar grijpen. Nou, dat idee is bij ons ontstaan in de stichting Hart van Brabant Park. Daar zijn wij de vertegenwoordigers ook van. En gaandeweg is de gemeente enthousiast geraakt over dat idee. En daar heeft onder andere de universiteit een hele belangrijke rol gespeeld. Die hebben participatie van de overheid gevolgd in een onderzoek. In die uitslagen daarvan, in de resultaten van dat onderzoek, is eigenlijk gebleken dat het voor de gemeente een essentiële stap is om dat hier als een soort showcase neer te kunnen zetten. Het regieteam zal binnenkort geïnteresseerden oproepen om met concrete voorstellen te komen voor het toekomstig park. Het college is van plan om in te stemmen met het plan van aanpak, maar wil eerst van de gemeenteraad weten hoe zij erover denkt. Op 15 juni staat het plan van aanpak van het regieteam op de agenda van de raadscommissie, waarna het college een definitief besluit neemt.